allemaal, leuk dat jullie kijken een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag en we zullen eerst even hokschoon maken. We hebben ook de eerste eitjes aangepikt, dat zal ik ook even laten zien. En we hebben het Olympiadeboek binnen, dus daar gaan we ook even in bladeren. Dan kunnen we ook even een aantal dingen van uit laten zien. Nou, we hebben hier het eerste pikje van het kuiken. Dat is van de Belgische Dauphin. Bij deze. Hier was het al eventjes iets verder. Dus die zullen morgen uit zijn. Dus dan hebben we de eerste jonkies ook. Nou, 609 natuurlijk gisteren het ei gelegd. Deze hebben verder nog niks. Even snel in het hokje naast kijken. Gelegd heeft, nog niet. Zoals je kunt zien. Even kijken bij de eieren. Daar is nou die bonte dauphin op het nest. En deze eieren kunnen we als het goed is kijken. Deze is bevrucht, zoals je kan zien. Dan gaan we weer naar het andere ei. En die is ook bevrucht. Dus dat is mooi. Dan hebben we dus van dat koppel. Dat zit nou mooi daar samen. De 909 en dan die krasduivin. Twee bevruchte eieren. Dus dat is mooi. Nou ja, en de lokkers. De finnetjes tot nest. Ik zal vanzelf wel eerst de eitje leggen. En dan gaan we nou even het hok schoonmaken. Nou, we hebben het ook weer mooi schoon. Onze koppel zit nog vast. Ze hebben natuurlijk de waterbak in de broedbak staan. De eerste eieren zijn aangepikt. Die zullen morgen uit zijn. Dus zullen we morgen zien. Dus we zullen nu even de duiven even eivoer en voer geven. En dan zullen we daarna even door het Olympiadeboek heen gaan. Nou, hier duiven ook gevoerd. Eivoer geven. Zullen we nog even waterbakken bijvullen. En dan is het weer klaar. De lokker, de dauphin, die zit op het nest. En ik verwacht eigenlijk wel dat ze vanavond haar eerste ei zal leggen. Dus dat zullen we morgen gaan zien. Hier ook alles gevoerd, alles eivoer gegeven. Dus we zullen even water klaarmaken met Taflo 3-in-1 natuurlijk. En dan zullen we de waterbakken er even bij vullen. Dan is het klaar. Zullen we straks nog even door het boek heen. Kijken wat voor moois er allemaal in staat. De Olympiade is als het goed is dit weekend in Limburg. Dus mocht je erheen gaan, laat even weten hieronder in de reacties. En als je geweest bent, laat dan ook zeker even weten. Natuurlijk leuk om te weten. Nou, de lokker heeft al haar eerste ei gelegd. Sneller als verwacht. Meestal doen ze het 's avonds wat later, maar goed. Het ei is er al, dus mooi. Zal ze overmorgen het tweede ei leggen in de middag zo'n beetje. Dus dan kunnen die ook gaan broeden. Nou, water ook bijgevuld. Is alles weer klaar. Alleen straks rond een uurtje of 7 doen we even de lamp uit. Dus genoeg tijd om te eten en drinken en dan zit alles weer rustig. Nou, we zullen eens een beetje doorheen bladeren wat er zo'n beetje allemaal in staat. Dit is het programma. Mocht je zelf het boek niet hebben, ik ga niet echt alles bij langs. Dit zijn natuurlijk de winnaars van de Grand Prix vluchten. Dit is de winnaar van de marathonvlucht Sint-Vincent, Nationaal en Sector 3. Ik weet niet of dit een reclame is of niet, maar goed. Nog twee Grand Prix vluchten, ook van Sint-Vincent, zullen we het zien.
verschillende sectoren natuurlijk. Wel mooi om te zien hoe ze de boek gemaakt hebben. Nou, hier zijn de gebroeders Homma. Ook een lid van ons in de vereniging. Even kijken of ze er ook ergens... Het is de Grand Prix TGV, maar welke... Nou, dat zien we straks, denk ik. Het zal een dagvondvlucht zijn, vermoed ik. Zullen we vast zo tegenkomen. Dus afdeling 7, 8. Ja, het was dus midvondvlucht. Chalons en Champagne. Hier de top 10. Nou, bezoek de Olympiade. Nou, hier staat mijn opa. Adrie Kors, sector 4 winnaar. Dat was dus de vlucht Quay. Gerrit Koopman. Het was een dagvondvlucht, dacht ik. Nou, daar staat hij. Daar de winnende duif. En deze duif is tevens ook een volle broer van de 609 met dezelfde ouders. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi. Sector 4, Grand Prix vlucht E27 vanuit Quay. Dan heb je hier nog de resterende top 10. Natuurlijk mooi om te zien dat opa dat nog steeds kan, zeg maar. Dit Grand Prix is van een midvondvlucht. Winnaars. Ik denk dat deze bladen gewoon een reclame is voor iemand nou ja, om er natuurlijk in te staan. Dus goed, natuurlijk overal gaat het boek heen, dus dat is wel mooi natuurlijk. Het zal ook wel wat kosten, denk ik, maar goed. Nationale concoursen. Broeders Leideman, natuurlijk ook een bekende. Hans en Evert-Jan Eijkamp. Het is natuurlijk wel interessant om dit boek een beetje door te bladeren. Een beetje kijken naar de foto's van de duiven. Nou ja, een beetje oriënteren op hoe die duiven eruit zien natuurlijk. Daar kan je natuurlijk ook veel van leren. En dan al die verhalen lezen van één ieder die een prijs gewonnen heeft. Daar kun je natuurlijk ook veel van opsteken. Dus dat is natuurlijk wel leuk dat je dan zo'n boek hebt, zeg maar. Het is natuurlijk mooi, zo'n bont oog. Of die... Nou, hier de gebroeders Kruisweg uit Steenwijk, ook hier vlakbij. Dit is een nieuwe oog, dit is van de jonge duiven een vlucht zijn. We zullen even zien welke vlucht dat was. Natuurlijk mooi om dit te zien. Van Retel. Ah, jonge duivenvlucht van Retel. Het is voor ons zo rond de 400 kilometer uit mijn hoofd. Nog een One Loved Ways, een Krakens in Polen. De hoofdprijs, de totaalprijs van €205.000. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar ja, dat zijn ook weer andere vluchten waar je eigenlijk niet met de duiven die hier eigenlijk goed zou vliegen, hoeven daar het juist weer niet te doen. Dus, nou, de nationale kampioenschappen staan er ook allemaal in. Een mooi dik boek.
Hier zie je een reportage, even kijken van wie dat is. Jim en Mick staat hier. Ik ken ze persoonlijk niet. Oké, Jim en Mick H. Meterman, het oud dorp. Voor mij is dat meer een beetje beneden in Nederland. Maar hier zie je natuurlijk de verluchting, hoe de weduwnaars zitten. Dus ja, uit zulke artikelen kan je natuurlijk ook veel leren. Dus dat is wel mooi, zo'n boek. Natuurlijk, elke liefhebber zal niet alles vertellen, maar als je alles een beetje bekijkt en zo er een beetje doorheen gaat, dan kun je er wel heel wat van opsteken en misschien voor jezelf ook wel iets beters doen bijvoorbeeld. Dat geldt voor iedereen, iedereen kan nog leren van iedereen. Zelfs de commerciële hokken, dat denken ze allemaal wel dat ze het allemaal perfect doen. Je kunt altijd wat leren natuurlijk. Nanne Wolf. Ook een goede postduivendierenarts. Natuurlijk, er zijn er meer natuurlijk. Midvond kampioenschappen. Ik hoef in ieder geval niet mijn eigen naam in te zoeken, want die vind ik hier toch niet. Maar misschien gaan we er ooit ook nog een keer tussen staan natuurlijk. Even kijken bij wie dit is. H.T. Deuring, Gasten Nijveen. Voor mij vliegt hij ook maar alleen op enkel dit hokje. Nou ja, als je dan zo'n prestatie kunt neerzetten, dan is dat toch wel fantastisch. Eerste nationaal onaangewezen duif, dagvondkampioen. Geen duif, maar dagvondkampioen. Oh, dus denk alleen het vondhok, dus hier zit er niet. Ja, kijk. Oh ja, nou, er zijn nog meer hokken, maar goed. Jan Hoijmans. Het is natuurlijk wel prachtig mooi om zo'n groot hok te hebben. En daarachter zit als goed is, ik dacht daar dan de kweekduiven zitten op dit stukje hier. Ooit een keer een filmpje van gezien. Dat is natuurlijk prachtig als je het eigenlijk van je hobby je werk kunt maken. Natuurlijk altijd de Harry die weer overal terugkomt. Dat hebben wij natuurlijk ook op het hok. Wel mooi om te zien. Vinyl over de roos en daar overheen echte stro. Het zal denk ik voor de jonge duif zijn. Dan hebben we hier de marathon aangewezen, onaangewezen en duifkampioen. Ik zie geen bekenden staan. Bij ons bij de vereniging hebben we natuurlijk ook wel een aantal marathonliefhebbers. James Bond. Wel een beetje een wat andere kleur duif. Er zit ook wel een apart oog in. Maar het is op zich wel een mooi oog om te zien. Deze is eigenlijk ook wel geweldig. Eigenlijk een beetje zo. Is het op zich wel te zien, denk ik. Apart. Nou, we zijn inmiddels op pagina 195. Nou.
Dit is natuurlijk het voer wat we afgelopen jaren gevoerd hebben. Of we dat dit jaar weer gaan doen, is nog even de vraag. Even kijken hoe ik het wil gaan aanpakken. Maar goed, dat zien we nog wel. Nou ja, er zitten heel wat dingen in. Oh, mijn andere lamp is leeg, jammer genoeg. Ik ga sowieso het boek nog even op mijn gemakje doornemen. Want het is wel mooi om te zien wat er allemaal in staat. En natuurlijk bijzonder om te lezen. Hier zijn al de eerste, tweede, derde Olympiade duiven. De snelheid. Nou, zo zal de rest er ook in staan, denk ik. Zoals ik zeg, als je het boek hebt, dan neem hem rustig door. En geniet ervan, zou ik zeggen. Nou, dat was het ook weer de video. Vond je het nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Kan je onder doen. Zie ik je bij de volgende video. Doei!